Hallo, ik ben Lisander en vandaag deel ik weer een nieuwe les Qin in Qigong met je. Net als vorige week doen we een paar oefeningen uit het tweede level, die we de Body and Mind noemen, te weten de Crane's Neck, waar we in de vorige les mee kennis maakten, en die wordt deze week aangevuld met wat we noemen Dragon's Head. Een tweede oefening om de nek los te maken. Maar eerst zwaaien we met onze armen om op te warmen. Veel plezier! Kom in een ontspannen uitgangshouding staan en sluit even je ogen en land in de ruimte waar je bent. Haal een keer diep in en uit adem vanuit je onderbuik. Zet je voeten op schouderbreedte. En dan gaan we zwaaien met onze armen. En zwaai vanuit het centrum van je lichaam. En je armen draaien alleen maar mee. Tap je nieren. Varieer met je draaibeweging. Kijk een keer helemaal naar achteren. En ontspan je armen langs je lichaam. Gaan we nog een keer van voor naar achter. Voel de ontspanning in je schouderbladen. Heel even. En ontspan je armen weer langzaam langs je lichaam. Kom ondertussen met je voeten tegen elkaar staan. Ter voorbereiding op de acht zinnen, de meditatie van de acht zinnen. En als je helemaal tot rust bent gekomen, sluit je je ogen. En voel de chi en het bloed door je lichaam zuizen.
Plaats je armen in een ontspannen houding. Je hebt een klein chi-balletje onder je oksel. Als je dat extra wil voelen, dan breng je je schouders een keer naar voren. Omhoog, naar achter en naar beneden. En voel een kleine chi-bal onder je oksels. Je armen zijn ontspannen. Je vingers gespreid. Word je gewaar van de ruimte tussen je lichaam en je armen. Ga met je aandacht naar het centrum van je hoofd. En laat chi vanuit dat centrum door je hele lichaam stromen. Open je ogen en kijk naar een punt op ooghoogte 2 meter voor je. Haal dat punt daarna weer naar het centrum van je hoofd en sluit je ogen. Ontspan je hele lichaam. Laat je gedachten gaan. Wees respectvol en kalm. Voel jezelf integer en bescheiden. Je geest is helder. Je hele lichaam is ontspannen. En heel je gedachten is stil. Zet een intentie voor deze les of voor deze dag. En laat die gedachten ook weer gaan. Visualiseer dat je expandeert naar de uithoeken van het universum, naar de stilte en de leegte. Laat de aanwezigheid, je bewustzijn door je lichaam schijnen. Voel jezelf in harmonie met chi, in harmonie met chi. Bereid je voor op de oefening. Zet je voeten op schouderbreedte. Draai je handpalmen naar achteren. Draai je handen naar de grond. En duw 1 handlengte naar voren. En terug naar voren en terug
voor en terug. Ontspan je polsen. Til een chi-bal op uit de aarde. Breng die voor je navel. Maak verbinding met je onderste dantian. Draai je handpalmen naar de grond. En cirkel door naar achteren. Draai je handpalmen naar je onderrug. Til je schouders op, til je ellebogen op en breng je handen, je middelvingers op dabao. Open je middelste dantian. Ellebogen naar achter, duw je handen naar voren. Open je bovenste dantian. Open je armen langs zij. Draai je handpalmen naar de grond. Cirkel naar boven. En breng ze in bidpositie boven je kruin. Laat je handen zakken boven je kruin. Ga voor je gezicht langs. Breng ze tot stilstand voor je borst. Beweeg je handen langs de onderzijde van je ribbenkas. Naar je zij. Met je wijsvinger op de onderzijde van je ribbenboog. En je duimen op de achterzijde van je ribbenboog. Je ellebogen wijzen naar de zijkanten. Ga met je aandacht naar je nek en je hoofd. En til je kin op, omhoog. Naar voren. Naar beneden. Naar achter en omhoog. Dit doen we in totaal 6 keer. Twee. Vijf. Zes. Hou je hoofd in het centrum. Dan draaien we de andere kant op. Breng je kin naar beneden.
Je kruin gaat naar voren. Duw je kin naar voren. Kom omhoog. Ga naar achteren. En kom weer in de uitgangshouding. Dit doen we ook 6 keer. 1. 2. Vier. Vijf. Breng je hoofd weer in de ontspannen uitgangshouding. Draaien we met ons hoofd naar de zijkanten, dragon's head. Maak je nek lang. Kantel je hoofd naar links. Til je linker dragonhoorn op. Breng hem terug in het centrum en draai door naar rechts. Rechter dragonhoorn. Omhoog. Terug naar het uitgangscentrum. En kantel naar links. En dat doen we ook 6 keer. 1. 2. Vier. Vijf. Hou je kin goed recht. Je nek lang. En de laatste keer. 6. En breng je hoofd weer in de ontspannen uitgangshouding. Laat je duimen los en breng je handen naar voren.
Breng ze in een hoek van 90 graden. Open je handen en draai je handen naar buiten. Laat ze zakken. Breng je onderarmen omhoog. Omlaag. Omhoog. Laag. Omhoog. En omlaag. Hou je armen breed uit. Ga met je aandacht naar je handen en polsen. En breng je handen naar voren, naar beneden, naar achter en omhoog, naar voren, beneden, achter, omhoog, naar voren. Beneden, achter en omhoog. En doe nog een laatste keer naar voren, beneden, achter, omhoog. En via de voorzijde terug naar het centrum. Laat je armen eventjes rusten langs je lichaam. Voel de ontspanning in je schouders. Als je er klaar voor bent, til je je armen weer op. We gaan terug naar dezelfde positie, maar nu draaien we de andere kant op. Naar voren. Omhoog. Naar achter. Naar beneden. Voor, omhoog, draai vanuit je polsen naar achter en naar beneden. Nog een keer naar voren, omhoog, naar achter, naar beneden. En via de voorzijde terug naar het centrum. Squeeze je schouders naar je centrale as. Trek je armen in. Je kin gaat naar achter en je staartbeen ook. En voel het centrum tussen je schouderbladen op je ruggengraat. Ontspan vanuit je rug, eerst je rug. En daarna ontspan je armen. En voel je chi en bloed naar je handen gaan. Nog een keer. Squeeze je schouders naar je centrale as. Je brengt je armen dichterbij. Je kin gaat naar achter en je staartbeen. En voel het centrum tussen je schouderbladen ingetrokken. En vanuit daar ontspan je weer. Nog één keer, voor wie het lukt, squeeze. En ontspan. En laat langzaam je handen zakken langs je lichaam. Til een grote chi-bal op
uit de aarde omhoog tot boven je kruin. En dan draai je vanuit onze centrale as naar links. Laat je chibal zakken. Squat een beetje. Laat hem zakken tot je heupen. En daarna ga je naar de voorzijde. Naar rechts. Omhoog. En draai terug naar de uitgangspositie. Nog een keer. Naar links. Duw de chibal naar beneden. Draai naar voren. Terug omhoog. Nog een keer naar links. Naar beneden. Naar voren, naar rechts, omhoog en kom uit in het centrum. Je chibal blijft boven je kruin als je naar rechts draait, naar beneden zakt. Centrum, links, omhoog, naar voren, naar rechts, naar beneden. En maak zo nog een cirkel voor jezelf. Dat het zo heerlijk is, doen we hem nog een keer in stilte. Laat je handen zakken boven je kruin. Doe het heel langzaam. Heel bewust. Voor je gezicht langs. Naar beneden toe. Voor je borst langs. Bovenbenen. Squat. Leg je handen op de wreef van je voeten, kom in een squat en ontspan je nekspieren. Ga met je aandacht naar je staartbeen. Maak een kleine draaibeweging naar voren, naar beneden, naar achter en omhoog. Naar voor, beneden, achter, omhoog. Nog één keer naar voren. Naar beneden, push. Naar achter, omhoog, neem op. Richt jezelf op. Ga je langs je tenen naar de buitenzijde. Over je wreef. Naar de binnenzijde van je benen. Richt jezelf op. Til je handen omhoog. En breng ze voor je schouders. Duw je rechterhand naar voren. Ontspan je pols. Cirkel naar links. Leg je duim op Jonkui. Je middelvingers op Chihu. Duw je linkerhand naar voren. Ontspan je pols.
En draai naar rechts. Als je niet verder kunt, leg je je duim op Jonkwei. Cirkel over je arm naar Chihu. Haal je 3 keer adem. En press bij inademing. En een laatste keer. Kantel je armen kruislinks naar voren. Breng je handen in een lotuspalm. Bidpositie voor je borst. Cirkel met je middelvingers. Een kleine cirkel op het plafond. Duw je handen in bidpositie naar boven, boven je kruin. Open je handen, te beginnen met je pinken, ringvinger, middelvingers, tot je een driehoek vormt met je wijsvingers en je duimen. Laat ook die los. Breng je armen breed uit. Kantel je handpalmen naar het plafond. Kom naar voren. Voel de verbinding met het centrum van je hoofd. Laat daarna je handen zakken langs je lichaam. Breng je middelvingers op Dabao. Maak een kleine draaibeweging en draai door naar achteren. Breng je armen breed uit naar voren. Halverwege draai je je handpalmen om. En breng een grote chi-bal naar je buik. Leg je handen op je buik met de Lao Gong punten op je navel. Dan maak je kleine cirkelbewegingen van klein naar groot, naar links, omhoog, naar rechts, naar beneden en doe dit 9 keer. Maak de draaibeweging steeds groter, niet te groot. Vier. Acht. En 9. Draai je terug van groot naar klein. Ook 9 keer. Vier. Acht.
liggen. Laat je handen zakken langs je lichaam. Ontspan en voel de hele beweging na. En dan pak je dus dadelijk een stoel of een krukje om op te zitten. Blijf in dezezelfde stilte. Open je ogen en pak je stoel. Plaats. Maak je rug recht, je nek lang, je kruin wijst naar de hemel en je kin is wat richting je Adamsappel. Breng je handen eerst in bidpositie voor je borst. En dan bereiden we ons voor op de open- en sluitbeweging van de lachi. Voel de rust in je lichaam. Kantel je handen naar voren en spreid ze. Ga naar buiten vanuit je ellebogen en ga niet verder dan tepelbreedte. En dan sluit je handen touch don't touch. Dus je handen raken elkaar bijna. Dan bewegen ze weer vanuit je ellebogen naar buiten. En als je teruggaat, ga met je aandacht naar je handen en breng ze bijna bij elkaar. Dit is de lachi-beweging en die gaan we in stilte met elkaar doen. Dus laat je handen weer zakken langs je lichaam. Wees je bewust van je positie, hoe je op je stoel zit, je benen in een hoek van 90 graden. Bereid je voor op de lachi, de open- en sluitbeweging, waarin je verse chi opneemt en oude chi laat gaan. En daartussen laat transformeren. Breng je handen in bidpositie voor je borst. Kantel je handen naar voren. Vanuit je ellebogen breng je je handen op tepelhoogte, tepelbreedte. En sluit. Touch, don't touch. Open. Sluit. Open. Voel goed tussen je handen. En sluit.
open. Vanuit je ellebogen open je. En met de aandacht in je handen sluit je weer. Doe dit in stilte voor jezelf. Doe dit nog 3 keer voor jezelf. Open. Sluit. Open. Sluit. Open. En sluit. Leg je handen op elkaar. Breng ze in bidpositie voor je borst. Laat je handen zakken langs je lichaam. Til een grote chibal op uit de aarde, omhoog, boven je kruin. Laat je handen zakken boven je kruin. Voor je gezicht langs.
langs je borst. Door je buik. En via je heupen en je benen in de aarde. Ontspan je armen langs je lichaam. Open je ogen. Breng je handen in bidpositie voor je borst. En bedank je. Hou la. Hou. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet te liken en te subscriben. En ontvang elke week een nieuwe les.